Ah, oké. Okay. Alsjeblieft, dan is het dossier voor u. Hè. Kim Jannies werkt in het ziekenhuis Oost-Limburg. Spullen die ze online koopt, kan ze sinds een maand laten leveren op haar werk. Tijdens de middagpauze kan Kim via een app kijken of het pakje is aangekomen. Het ligt dan voor haar klaar in een kluis in een automaat, die alleen Kim met haar badge kan openen. Ik bestel van alles. Zeker nu voor de feesten. Lekkere wijn, kledij, cadeautjes voor de kinderen, speelgoed. Voor mij is het superhandig omdat ik eigenlijk fulltime werk in dagposten. Dus als de post bij mij komt leveren, ben ik meestal niet thuis. Dus ik vind dat echt een meerwaarde. Volgens een onderzoek bij 1000 werkende Belgen tussen 18 en 64 laat bijna 1 op de 3 zijn pakjes op het werk leveren. Mensen vinden bij een nieuwe manier van werken hoort meer flexibiliteit. En dan langs de andere kant willen ze ook meer service daarbij. En dat is bijvoorbeeld een service die ze echt wel belangrijk vinden. Ja. Maar 1 op de 3 bedrijven verbiedt het. Want de kost om alle pakjes te verwerken kan in grote bedrijven oplopen tot in de duizenden euro's per maand. 750 bedrijven hebben al gekozen voor een automaat. Het ziekenhuis Oost-Limburg huurt er 1 met 20 kluizen voor €360 per maand. Wij zoeken altijd actief naar mogelijkheden om werk-privé-verhouding goed in evenwicht te brengen. En wij denken dat dit een mooie aanvulling is, zodat mensen na hun werk niet nog naar de post moeten lopen om een pakje af te halen of naar de buren. Stel dat ik nu nog iets wil bestellen, kan het nog voor Kerstmis geleverd worden? Hangt natuurlijk helemaal af van welke webshop. Hè. De meeste webshops tegenwoordig die leveren heel snel. Dus je weet dat je het dus de volgende dag al en dan ligt het voor jou klaar in de box.